Ryan van Italië naar Arnhem. Kan je wat vertellen over het proces? Hoe ben jij naar Vitesse gekomen? Ik ben naar Vitesse gekomen. Ze hadden me bekeken en ik heb met de coach gesproken daarvoor. En ja, ze vonden me opvallen in het veld. Wat werd daar zo al gezegd in die gesprekken, bijvoorbeeld met de coach? Dat ik heel erg aanvallende instellingen heb. En ik ben een verdediger eigenlijk, maar ik ben ook gericht op aanvallen en dat vonden ze wel mooi om te zien. Wat waren voor jou de belangrijkste redenen om voor Vitesse te kiezen? Nou, het is een grote club in de Eredivisie en ik wil dat sowieso altijd al in de Eredivisie spelen. En Vitesse draait altijd wel mee om de bovenste plekken, dus dat was eigenlijk mooi. Je bent het levende bewijs van dat het snel kan gaan in de voetballerij. Je bent op jonge leeftijd van Almere City naar Italië gegaan, naar Sassuolo. Hoe is dat om op zo'n jonge leeftijd een buitenlands avontuur aan te gaan? Ja, dat is, in het begin was het wel lastig, want ik kom in een nieuw land. Ik leer nieuwe dingen kennen. Ik weet de taal niet, dus dat moest ik wel allemaal leren. En in Italië spreken ze niet zo goed Engels, dus dat moest ik wel leren. En ik kom in een nieuwe groep. Op een gegeven moment krijg je wel je vrienden en toen had ik wel mijn draai gevonden. Ja, en kijken naar je prestaties, was het ook niet echt zo dat die eronder leden of zo? Ja, op een gegeven moment ging het heel erg goed. Ik begon goals te scoren, penalties te scoren en uiteindelijk had ik 14 goals. Terwijl je een verdediger bent, hoe komt dat? Zit dat in jouw aard, in jouw type spel? Ik loer wel soms op een goaltje. Ik hou ervan om eentje te maken. En ja, ik scoor vaak uit standaard situaties of ja, penalties. Dus ik had 7 penalties en uit corners, of, ja, daar ga ik ook mee. Ben je dan een kopspecialist of ook een verdediger die inschuift? Ja, ik dribbel in en ik kan ook goed koppen. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat jij in Italië bij Sassuolo een stormachtige ontwikkeling hebt doorgemaakt. Hoe zie je dat zelf, hoe dat het gegaan is? Ja, het eerste half jaar was het meer een beetje kijken en hoe alles gaat. En daarna voelde ik meer dat ik wat in het spel kwam en zo. En toen ging alles gewoon een beetje vanzelf. Als je dan begint te scoren, en in Italië valt dat dan op, dan worden ook Nederlandse journalisten gebeld. Er waren ook wat publicaties in het AD en de Telegraaf, zag ik. Hoe is het dan als jonge jongen als je dan opeens in de spotlights komt te staan? Ja, dat was wel echt, ik vond het wel een beetje, het was wel nieuw voor mij en ik vond het wel gaaf. En ook een soort bekroning voor wat ik dat seizoen heb laten zien. Ja, die bekroning heb je het over. Dat was ook het feit dat jij verkozen werd in de top 11 van de Primavera-competitie, de belofte competitie van Italië. Ja, dat was zeker een bekroning. Want ja, ik had het wel een beetje zien aankomen, maar ja, dat was ook wel een beetje spannend en zo. Italiaans daar praten en in een interview ook Italiaans praten. Dus ja. Benjamin Schmedes zegt in het persbericht, hij kan op meerdere posities spelen. Achterin, eventueel ook op het middenveld. Hoe zie jij dat zelf? Ja, in het verleden speelde ik ook op het middenveld op nummer 6. Dus ja, ik zie mezelf ook wel in het middenveld spelen en als verdediger, want ja, ik ben een goed voetballende speler. Dus ik kan ook wel op het middenveld uit. Ik kwam je net binnen op het trainingskamp. Veel mensen komen meteen naar je toe, ja. Handen geven. Ja, ik voelde me echt meteen thuis eigenlijk, hier bij de club. Iedereen ving me goed op, de jongens, de staf, eigenlijk iedereen. Dus ik voel me eigenlijk al een beetje thuis. Wat zijn je belangrijkste doelen voor het seizoen? Mijn belangrijkste doelen zijn om met het team zo ver mogelijk te komen. En voor mezelf, ja, gewoon mijn ding doen en proberen in de basis te komen te spelen.